De kern is cirkel 1. En in cirkel 1 ben je bezig met de taak die voor je ligt. Wat voor taak dat ook is. Dat kan presenteren zijn, dat kan een penalty nemen zijn. Dat is eigenlijk alles. Dan heb je afleidingen uit cirkel 2. Dat zit er direct omheen. Dat zijn afleidingen direct uit de omgeving. Dus in de sport is dat bijvoorbeeld het weer of de scheidsrechter of dat soort zaken. Mm-hmm. Dan heb je cirkel 3. En in cirkel 3 zit je te denken aan hoe het op dat moment is met hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Dus tijdens een aanloop voel je al van, oh, dit voelt niet goed. Dat is cirkel 3. Dan kun je nog verder weg. Dan ga je naar cirkel 4. En aan cirkel 4 zit je te denken aan winnen en verliezen. Dan kun je nog verder weg. Dan ga je denken aan de gevolgen van winnen en verliezen. Ja, cirkel 5. Dus dan denk je, oh, als ik de halve finale win, zit ik in de finale. Maar ook, een hele belangrijke is, wat zullen de mensen van me vinden als ik het hier niet goed doe? He, sociale angsten zitten daar ook bij. Ja. En dan kun je nog verder weg en dan ga je naar cirkel 6. Dan vraag je je echt serieus af wat je daar in godsnaam aan het doen bent. Dan ben je er echt helemaal vanaf en helemaal niet meer bezig met de taak. Nou, dan kun je dus leren om met mentale vaardigheden steeds vaker in cirkel 1 te komen, zodat je de taak die je moet doen op dat moment heel goed doet.